Wat voor werk doe je momenteel? Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar Vragen staat vrijdag. Een nieuwe serie waarin ik elke vrijdag antwoord geef op vragen van jullie die vaak gesteld worden. En deze week is de vraag: wat voor werk doe je momenteel? Ik heb die vraag echt heel vaak gehad. En meestal antwoord ik iets in de trant van, ja, zo min mogelijk. Maar dat is, ook al zit er een kern van waarheid in, echt niet zo. Ik heb sinds mijn 12e, dat is nou al 20 jaar, nog nooit zonder werk gezeten. Altijd wel iets van een bijbaantje, een gewone baan of een stage gehad. Maar in welke branche is dat nou geweest? Ja, dat heeft nogal eens wat veranderingen gehad. Zowel in mijn baantjes als in mijn studie ben ik heel vaak geswitcht. Zo heb ik echt ook gewoon folderwijken gehad. Dat ik echt nog krantjes in moest steken en dan rond gaan brengen. Maar ook voor PostNL heb ik post rondbezorgd. Ik heb bij een pannenkoekenhuis gewerkt. Ik heb zelfs bij een autoschadeherstelbedrijf gewerkt. Ja, sowieso heel veel horecabaantjes. En ook binnen de horeca. Ik heb in de afwas gestaan, in de koude keuken. Geweest met de catering, achter de bar, glazen spoelen, glazen ophalen. Maar uiteindelijk het leukste wat ik echt wel vond was toch in de bediening in het restaurant. Mensen echt aan tafel kunnen spreken en een eten kunnen brengen en een fijne avond kunnen bezorgen. En door mijn horeca ervaring ben ik ook bij de Efteling terechtgekomen. Daar heb ik bijna 2 jaar gewerkt. Daar was ik verantwoordelijke en leidinggevende voor 3 horecapunten. Bijna 2 jaar, je mag het best zeggen, volgehouden. Zonder daar te veel over uit te wijden, ben blij dat ik daar weg ben. Na de Efteling ben ik bij een webshop en groothandel gaan werken. En wij verkochten daar feestartikelen voor horeca, evenementen en festivals. Daar was ik logistiek coördinator in het magazijn. En had ik een hele hoop collega's die ik kon aansturen om het logistieke proces te laten lopen. Er kwamen heel veel bestellingen binnen, er kwamen heel veel goederen binnen en alles moest er natuurlijk ook weer uit. Daar vind ik het jammer dat ik daar weg ben. Maar ja, toen gebeurde er iets en dat heette volgens mij corona. Heeft veel teweeg gebracht, zullen we maar zeggen. Nu ik zo'n 3 jaar geleden in een camper ben gaan wonen, is er verbazend weinig verandert eigenlijk. Ik wissel nog steeds heel erg van baantjes en van richtingen. Daarom ben ik als ZZP'er freelancer gaan werken. Dus ik doe nou klussen in de detailhandel. Ik doe chauffeursdiensten, dingen in de logistiek, magazijnwerk. Maar ook in de horeca en toerisme kun je me nog steeds terugvinden. En ik werk dus ook niet vaste aantal dagen of vaste aantal uren in de week of in de maand, of op vaste dagen wel of niet. Nee, dat wisselt echt elke week, of eigenlijk zelfs elke dag. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die daar knettergek van zouden worden. Dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent. Maar voor mij is dat iets mij ergens toch wel rust geeft. Ik vind het fijn. Ik heb die afwisseling nodig. Ik wil niet zoveel vooruit plannen. Waar dat vandaan komt, ja, dat is een lang verhaal, denk ik. Daar gaan we niet over uitweiden. Maar ik vind het fijn, die afwisseling, die constante verandering. Niet weten waar je aan toe bent. Ja, ik weet niet. Het heeft iets. Iets avontuurlijks. Het zorgt voor wat reuring. Het zorgt voor wat sensatie. Het zorgt voor ook wel eens voor ongemak. Eerlijk is eerlijk. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel fijn als er vrienden of familie zijn die mij nodig hebben voor iets, of gewoon om iets leuks te gaan doen, of noem maar op, ik kan altijd. Of ik moet al iets gepland hebben, maar eigenlijk kan ik altijd, want ik plan gewoon mijn werk eromheen. Een verhuizing, of iemand uitzwaaien, of iemand wegbrengen. Stijn die kan. Heeft niet altijd zin, maar hij kan wel.
Maar die constante onzekerheid en die constante wisselingen, is er nou iets wat ik wil blijven aanhouden, iets wat ik wil blijven doen? Of zijn er toevallig plannen in de nabije of in de verre toekomst om daar iets aan te veranderen? Nou, die zijn er. Ik heb afgelopen jaar namelijk een cursus gedaan waardoor ik nou creatieve lessen mag geven op de basisschool. En dan denk je aan lessen in de categorie van wetenschap en techniek. Omdat er gewoon iets is wat ik zelf heel erg leuk vind. En dat kan echt in de breedste zin van het woord zijn. Daarnaast zou ik ook nog heel specifiek fietstechniek lessen willen geven. Simpele fietstechniek aan groep 7, groep 8, die dadelijk naar de middelbare school gaan. Dan kan ik ze leren hoe je een fietsband plakt of vervangt. Maar ook bijvoorbeeld hoe leg je je fietsketting weer terug op je tandwielen. Ik weet zeker dat daar heel veel animo over is. En ik weet ook zeker dat ik dat goed kan uitleggen. En dat ik dat leuk vind om te doen. Maar natuurlijk wil ik ook onverminderd hard blijven werken aan dit YouTube kanaal. Mijn abonnees stijgen echt. Elke dag komen er weer abonnees bij. En met meer abonnees stijgen mijn inkomsten ook elke keer een klein beetje. Nou, het mooiste zou zijn toch wel dat ik hier straks wel een leuke boterham mee zou kunnen verdienen. Nou, het allermooiste is gewoon als ik op den duur volledig locatie onafhankelijk zou kunnen werken. Maar wel op een manier die goed bij me past. Maar dat het niet uitmaakt in welk land of in welke regio dat ik ben, maar dat ik altijd kan werken en mijn geld kan verdienen. En dat is wel waar ik dit jaar heel hard aan ga werken. En ik vertel op mijn kanaal natuurlijk heel veel over mij. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie. Wat voor werk doen jullie? Wat voor beroepen worden er uitgeoefend? Waar vullen jullie je dagen mee? Of beter gezegd, waar vullen jullie de portemonnee mee? Ja, ik weet heel weinig van jullie. Wat voor werk doen jullie? Doen jullie dat ook vanuit een camper of vanuit een gewoon huis of stenen huis of houten huis of wat voor huis dan ook? Ik ben heel erg benieuwd naar wie ben jij? Wie is mijn kijker? Dus laat dat ook zeker weten in een reactie onder de video, hier zo beneden. Vertel het mij. Wie ben jij? Wat doe jij? Hoe vul jij je dag? En doe je dat in combinatie met het camperleven? Ja of nee? En heb je nou zelf ook nog een ontzettend leuke vraag? Wat voor vraag dan ook, mag in elke categorie zijn. Over mij, mijn leven, het verleden, de camper, vakanties, werk. Oh nee, dan hadden we het vandaag over werk. Nou, wat voor vraag dan ook. Heb jij gewoon een hele leuke vraag die je graag wil stellen? Doe dat dan in de reacties onder deze video. Want ik geef er graag antwoord op. En misschien zie jij jouw vraag dan wel in de volgende video weer terug. Nou, hoe leuk is dat? Maar je moet dan wel op de hoogte gehouden worden van die video's. Dus daarvoor moet je op de rode abonneerknop drukken en op het belletje, want dan krijg je notificaties zodra er een nieuwe video online komt. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Vragen staat vrijdag en ik zie je graag de volgende keer terug. Doei doei! Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan hier op mijn kanaal. En wil je nou meer van dit soort video's zien? Klik dan hier. Ja, en vergeet ook zeker niet om een duimpje te geven als je de video leuk vond.